Het is de dag van de wedstrijd. Voel hoe je het stuur vast hebt. Ready, set, go en dan ga je. Voelt aan alles dat je uit de scherp rijdt. Je geeft niks weg. Pak die 10 telkens weer. En je houdt ze allemaal achter je. En je pakt het laatste stuk en bam, finish. Je beklimt het podium. De nummer 1. Daar ben jij. Vandaag is de dag. Ik heb al heel lang niet meer in de auto gezeten. Toch probeer ik dat gevoel weer op te zoeken. Een nieuw team. De Porsche Cayman GT4. Met de juiste mensen een goed gevoel samen creëren. Allemaal blije gezichten, dus dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook belangrijk dat je allebei hetzelfde één doel hebt. En dat is gewoon winnen. Dit jaar is Porsche Supersports Cup winnen. In het begin heeft mijn vader het voor het eerst naar een indoor cup aangebracht in Rijnen. Ik was direct verkocht na de eerste turn en toen zei ik, papa, ik wil rijden. Ik reed over de witte lijn. En dat mag niet. En 20 seconden straf. Had er echt wel eerst kunnen worden. Goed, dat leven van, je gaat weer door. There's a notebook on the table. You can take it to the store. So you won't forget. Vaar had een goed lopend bedrijf. Ik kon zoveel testen als ik wil. En kwam op een moment, een punt. Dat mijn vader heeft geprobeerd met het bedrijf, samen met mijn moeder. En dat is helaas misgegaan. Alles raak je kwijt. En ik kon niet meer rijden op dat moment. En toen ben ik gaan denken, ja, wat ga ik nou precies doen? Je vervalt een beetje. Je komt niet meer in de pikjes. Wat denken mensen? Ja, hij is weg. Toen ben ik wel heel erg begonnen, ook met mentaal en zo. Echt wel heel diep erop ingegaan hoor. Echt heel veel verschillende plannen geschreven. Toch om jezelf steeds meer beter te maken enzovoort. Ga maar door, totdat je weer aan het rijden kunt. Dit is voor mij echt... Ja, ontspannen. Het is gewoon even rustig, gewoon even, ja, met jezelf zijn. Tijdens het autoracen komen er vele krachten op je af. En dan moet je gewoon weer opgaan. En dan gaan we nu gewoon wat oefeningen doen die je thuis kunt doen. Ja. Met TRX, met matje. En rustig terug. Sterke punt is het mentale, kracht, doorzettingsvermogen, zijn enthousiasme, weten wanneer hij bepaalde dingen moet doen. Deze dus 15 keer op, 15 keer terug, zit geen pauze tussen, doen we 3 rondes. Ja, en daarna pakken we de cross training. Dat, juist dat. Na alle dingen wat ik erbij doe, is het gewoon belangrijk om minimaal 5 dagen in de week met sport bezig te zijn. Hardlopen, krachttraining, balans. Balans is belangrijk. De auto die balanceert ook over het circuit. En als jij zelf ook lekker in balans bent, ja, balans je lekker meer met de auto. Ja, zeker. Waar zit je? Waar zit je? Kijk eens.
het buikgevoel, dat moet eigenlijk continu goed zijn. Dat gevoel, dat ervaar ik steeds meer. Dat gevoel heb ik ook, ja, dat je zachtjes uitstaat. Of dat je op het circuit komt, dat je dat gevoel met je mee hebt. Vaak ook te stil van. Dat het voor mij dan ja, voldaan is, om te zeggen. Niks weg. Voel die power, die kracht in je lijf. De rust. Pak die 10 telkens weer. Je voelt het dat je goed zit. En je houdt ze allemaal achter je. Je voelt dat ze achter je zitten en wat geniet je ervan. De nummer 1. Dat ben jij.